eigenlijk schitterend, want het doet me echt denken aan een view van boven, dat je de wereld van boven ziet. Nou, dat station toch de best doet om er iets leuks voor te zeggen, ja. Welkom bij Spoorkunst. We zijn vandaag beland in Eindhoven. En als je naar dit station kijkt, is het weer een stuk moderner dan Amsterdam Centraal. Maar weer een stuk meer retro dan bijvoorbeeld Utrecht. Ik ben vooral benieuwd, wat hebben die Brabanders te bieden qua kunst? Waar staan we voor? We staan nu in de reizigerstunnel van Eindhoven. En we staan voor een 70 meter lang kunstwerk van Daan Rozengaarden. Het heet Space. En je ziet alsof je in de ruimte zweeft, het oppervlak van de aarde en alles wat daarin op ligt. De stad, bosbranden, algen in de oceanen. Wow. Het werkt als een hologram en er zit achter ledverlichting. Als je er langs loopt, dan verspringen de beelden. Het lijkt net echt alsof je in de ruimte zweeft. Is het een beetje jouw smaak, deze kunst? Ik vind het wel een beetje donker eigenlijk. Ik vind het wel interessant, het is zeker wel mooi, maar ik vind het wel een beetje... Omdat de kleuren best wel donker zijn, is het niet helemaal mijn ding eigenlijk. Ja, ik vind het eigenlijk schitterend. Want het doet me echt denken aan een view van boven. Dat je de wereld van boven ziet. En dit doet mij dan denken aan allemaal city lights. Dus ik vind het heel creatief. Nou, Evelien, door naar de volgende? Ja, klopt. Waar staan we nu? Nou, we staan in de hal van Eindhoven. En we staan onder 3 glazen ramen. Ook eigenlijk een lichtkunstwerk, hè? Want je ziet het alleen als het daglicht daardoor naar binnen schijnt. Is dit alleen maar daglicht? Ja, natuurlijk. Ja. Wow. Dit zijn glas appliqué ramen van Lex Horn. Stukjes glas die op elkaar zijn geplakt. En ze verbeelden trekvogels. En trekvogels staan natuurlijk voor reislust. Zin om te reizen. Ja, vogel staat wel voor vrijheid, hè? En vind je het mooi, kunstwerk? Ja, ik vind het wel mooi. Veel kleurtjes, ik hou wel van kleurtjes. Er zitten heel veel vogels die op vliegtuigen lijken. Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Ja, prachtig. En van het ene symbolische werk naar een ander symbolisch kunstwerk. En daarvoor moeten we naar buiten. Heb je weer iets moois voor ons? Ja, het derde kunstwerk wat ik wilde laten zien in Eindhoven is het werk van Willy Mignot uit 1956. Het heet Ik kom, ik ga. Nou, misschien heb je gezien aan het begin dat er allemaal kinderen zijn. En hier worden ze steeds ouder, de mensen, tot en met nou ja, echt oude mensen. En hij wilde eigenlijk het leven symboliseren als reis. Ik kom, ik ga. Leuke en mooie boodschap. Ik vind het wel een beetje ouderwets en... nuchter weergegeven. Het is een beetje plat. Het is niet gek dat ik het nog nooit heb gezien, nee. Zou ik zeggen. Nee. Dus ik denk dat het iets uitgesprokener zou kunnen. Hmm. Ik zie mensen op een paard, mensen die te voet zijn, mensen met iets in een achterzak. Ik vind het wel leuk inderdaad dat er een beetje afwisseling is in het... Nou, dat station toch de best doet, bewust of onbewust, om er iets leuks voor te zetten, ja. Nou, wat een vette werken ook hier in Eindhoven. Van best wel futuristisch naar wat meer retro. Voor ieder wat wils. Wat is jouw favoriet? En welk kunstwerk moeten we nog meer zeker een keer gaan checken? Laat het weten hieronder in de comments. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal en doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!